Wat we hier doen, we zijn nog met een heel klein clubje, maar we zijn een bedrijf gestart natuurlijk met grote ambities, is een techniek ontwikkelen om DNA te bestuderen van de tumor van een patiënt, dat helemaal af te lezen en dan op basis daarvan een vaccin te maken om die patiënt mee te behandelen tegen zijn eigen tumor. We zitten hier in het Matrixgebouw in het Science Park en ik had me dat eerlijk gezegd niet eens helemaal gerealiseerd. Ik vond het een mooie plek. Ik kende natuurlijk de Beva-faculteit. Ik wist dat hier de grote knooppunten van de computers zaten. Maar wat ik me niet had gerealiseerd is de enorme dynamiek die je hier ziet. Het is met de directe trein van Schiphol. Het ligt heel dicht bij Amsterdam. Je kunt van hieruit kun je de Molukkenstraat al zien liggen. Dus op het fietsje ben je er zo. De mensen aan die kant die werken aan therapeutisch licht. En de mensen aan die andere kant die werken weer aan iets heel anders. Wat belangrijk is dat het een plek is, vind ik, waarvan jonge mensen en mensen van elders, ook in de wereld, maar ook van hier, dat ze denken, daar zou ik naartoe willen. Want dan kunnen wij als werkgevers proberen de allerbeste mensen eruit te halen. En te zorgen dat het toch een soort center of excellence wordt. Echt een plek waar mensen een paar van de beste jaren van hun leven aan gaan besteden om het daar te gaan doen. Curious if Amsterdam Science Park has something to offer for your organization? Check out our website, amsterdamsciencepark.nl.